En dat is met Keus, met mijn twee samen. Ja. Dat is mijn naam. En Paul, die gemaakt met Marleen gemaakt, samen. Ik heb een mooi Keus. Ja. En wat hebben we nog gemaakt? Ja. De minuten ook. Of mij en Els. Zijn we zo lang jaren samen zijn. Ja, dus dat kunstwerkje dat je daar gemaakt hebt, ja. Dat is omdat je een jaar samen bent met je vriendinnetje, ja. Met Els. Ja. Ja, amai. Dat is eigenlijk een heel goede en gelegenheid. De overkant. En daar heb je ook gemaakt. Een beetje. Ja, wel, dan gaan we er eens even zijn en kijken. Hè. Ja. Ja. Even dit. En een waterval en een kerkterras uit de bomen. Kijk mooi. Ja. En aan de kant, aan de linkerkant van de muur, nog van mij. Ik heb een blauwe afdruk gemaakt met de teentjes. Ja. En met mooie blaasjes erom. Ah, klaar. Ja. Ik heb een mooi kunstwerk. Helemaal alleen gemaakt? Alleen gemaakt nog. Ja. Eerst met een beetje water. Ja. En die overgegaan met een doekje. Ja. Met een mooie kleur in blauw. Ja. Nu, ja. Zijn ze tevreden van uw werkje? Ja, en mooi. Ja, ja. Dag Maaike, ja. Welke stukjes heb jij hier gemaakt? Ik heb je vragen willen, denk ik, ik ben zelf gemaakt. In echte diamanten. Met echte diamanten? Echte diamanten. Ja. Ik heb het zelf genoemd, ja. Florida. Ja, maai. En die noemde je pillen van Florida uit Amerika. Ja. Ik heb die gemaakt. Ja. Relaties Pelatanas, dat is een Spaanse woord. Die komt uit Spanje, die gemaakt heeft. Ja. En de prijs is
prachtige prinses. En hoe lang heb je er al gewerkt, Maaike? Al 2 uur stuk. Amai. Ik heb echt. Komt. Blijft in Venezuela. Ja. Uit China. Ja. Echte diamant. Echte diamant uit China. Ja. Amai. En gaan we dat dan zelf mogen meenemen, Maaike? Tuurlijk. Ah. Als ma draagt dat keihardbellen en een zus draagt een ketting. Ah, voilà. Lotte is mijn middelste zus die mag ketting dragen en recht doet. Ah, wel. Als ma mag een hand doen van de feest van ons nu. Amen. Ja. Proficiat in ieder geval met je werkje, Maaike. Ja. Dankjewel, Leo. Dag Kos, proficiat met uw prachtig werk hier, Jan. Jij hebt dat met Else gemaakt. Ja. Hoe lang heb je eraan gewerkt? Ik heb toch. We hebben dat ook met een Danny zelfslag. Een namiddag eraan gewerkt. Een hele namiddag ongeveer. Een hele namiddag. Heb jij dat op een halve dag helemaal gemaakt? Ja. Amai. En dan heb je. En wie heeft
heeft het ontwerp gemaakt. En dat ontwerp daarvoor, het ontwerp had die dan niet eerst gemaakt. Die had dat ons laten zien hoe dat we, hij had ons eerst een werk laten zien. En dan hebben wij dat moeten nadoen. We hebben eerst zoiets laten zien. Ah ja. Is het tevreden van het resultaat, Kos? Ja, ben tevreden van het resultaat. Ja, ja, ja. En heb je iets bijgeleerd als je bij de kunstenaar waart? Heb je dan iets bij kunnen leren zo, van hoe dat je iets moet schilderen? Ja, dan heb ik toch zoiets bijgeleerd dat je dat zo, dat je ook zo wat fijnere dingen zo kon inkleuren. Zo die vakjes, dat je zo kleinere dingen kon inkleuren of inverven. Ja. Dus uiteindelijk, je bent tevreden dat je bij een kunstenaar, bij een echte kunstenaar, hebt kunnen gaan werken. Ja, ja. En zou je dat nog eens terug willen doen, Kos? Ik zou dat ooit, als dat nog eens terugkomt, ik zou dat wel nog eens willen terugdoen, ja. Als dat terugkomt, zou ik dat wel nog eens willen terugdoen. Maar dat, voor mij maakt dat dan niet uit, of dat mijn man is of mijn vrouw. Ah wel, voilà. Proficiat in ieder geval. Dank je wel, Kos. Graag gedaan.